We pikken het gewoon niet dat de dwangsommen gestuurd worden. We moeten een keer ophouden, de lul. Het moet gewoon een keer. Er moet wat gebeuren. Klaar. Ik ben al bij veel acties geweest. Het is wel een andere sfeer vandaag. Het is ook nu wel goed om eens een keer echt een signaal af te geven dat ze echt te ver gaan. Ze waren er toch weer vandaag met trekkers bij het provinciehuis in Zwolle. Lange tijd was onduidelijk of er vandaag een protest zou komen. Het ultimatum liep wel af dat de boeren 2 weken geleden hadden gesteld bij het protest toen. Ja, de boeren die willen dat de provincie stopt met dwangsommen voor zogenoemde pashouders. Het doel van vandaag is gewoon echt alleen maar te laten zien dat we dit echt niet pikken. We pikken het gewoon niet dat de dwangsommen gestuurd worden. En dat de boerengezinnen kapot gemaakt worden. Ik begrijp dat jullie helemaal uit Friesland zijn gekomen. Ja, klopt. En wat dacht je? Ik moet hier zijn voor mijn collega's? Ja, er moet wat gebeuren. Dit kan gewoon zo niet langer. De provincie zegt, we willen niet, maar we kunnen niet anders. Nee, dat is altijd, iedereen verschuilt zich achter elkaar. Maar het is een keer klaar. We voelen ons verraden door deze provincie Overijssel. Dat ze toch dwangsommen hebben gestuurd. Dus dat moet stoppen en we moeten een signaal afgeven naar andere provincies. Dat ze niet in de hoofd halen om dit ook te gaan doen. Dat kan wel gerechtelijk liggen. Ze moeten naar Rutte toe. En naar Van der Wal. Want deze overheid, ze praten iedereen wat naar de bek. Het ben gewoon papegaaien. Er zijn ook mensen die zeggen, daar zijn ze weer met die trekker. Ja, dat klopt. Helpt dat? Ja, hoe moet je dat anders doen? Ik weet het niet. Dat bedoel ik. Dus het zou nou toch wat moeten doen. Ik weet het anders ook niet hoe het moet. Het is gewoon razzia wat ze doen. Dat zijn grote woorden. Nou, is het ook. Ik ben al bij veel acties geweest. Het is wel een andere sfeer vandaag. Ja, dat was ook wel de bedoeling, ja. Er staat een enorme politiemacht tegenover de boeren. En gelukkig houden ze er eigen in. En laten we hopen dat het zo blijft. Maar aan de andere kant, het is ook nu wel goed om eens een keer echt een signaal af te geven dat ze echt te ver gaan. Je wilt wel met de provincie in gesprek, willen jullie? Nou ja, er wordt zoveel gesprongen. We moeten een keer ophouden, de lul. Het moet gewoon een keer, er moet wat gebeuren. Klaar. En iedereen moet zijn gezonde verstand gebruiken. Ik denk dat we dan een heel eind komen.